Maar eerst iets heel anders. Hoe mooi zou het zijn als al uw buitenlandse vrienden ook naar RTL Z nieuws zouden kijken? Een technisch hoogstandje maakt het mogelijk en collega Anlin nam de proef op de som. Televisie kijken kan de komende jaren wel eens enorm gaan veranderen. En dat komt door artificial intelligence. Daardoor kunnen programma's tot op het bijna perfecte nagesynchroniseerd worden. In werkelijk iedere taal. 예를 들어 한국어를 말합니다. Oder nehmen wir an, du bist ein DT-Experte, dann schaust du dir die Nachrichten auf Deutsch an. Meine Stimme bleibt gleich. Oder umgekehrt. Ausländische Programme kunnen met één klik op de knop naar het Nederlands worden vertaald. Ja, ik praat erover verder met trendwatcher Vincent Evers. Ja, Vincent, waar hebben we net naar gekeken? Ja, we hebben nu gekeken naar HeyGen. En dat is een tooltje wat eigenlijk iedereen kan gebruiken. Je zet er een filmpje neer. Je zegt, ik wil Chinees praten, Mandarijns, ik wil Frans, Engels. En hij maakt het meteen na. En hij doet ook de lip sync. Dus het is echt gewoon artificial intelligence die goed kan verstaan wat jij zegt. Het meteen kan vertalen. En dan ook nog even jouw lippen zeg maar op de juiste manier gaan doen. En daarmee kun jij gewoon echt in alle talen gaan praten. En dat kan voor podcasten, dat kan voor videoprogramma's, dat kan voor alle mogelijke manieren. Kun jij gewoon in alle talen aanwezig zijn, Frederik? Ja, het is echt een beetje magisch. Er gaan op sociale media ook video's rond van Trump die ineens Nederlands spreekt. Op welke manier gaat dit televisie kijken veranderen? Nou, AI is überhaupt een gigantische kracht nu. Hè. Dus enerzijds kan het inderdaad voor instant ondertiteling betekenen, andere vertalingen maken. Het kan ook zorgen dat jij gewoon, als jij met een programma maakt, dat je dan meteen ook alle extra informatie erbij kunt krijgen. Dus, want heel vaak heb ik dat ik naar jou luister. Dan zit ik meteen op internet te zoeken naar additionele informatie en meer informatie over wat je vertelt. Nou, dat kan automatisch gegeven worden. Je kunt het ook personalificeren. Dat je zegt, ik ben hartstikke geïnteresseerd. Geef me alle programma's die te maken hebben met dit en dit en dit. En dan uit die honderden kanalen en online gebeurtenissen kan dan op een gegeven moment eruit gehaald worden wat ik interessant vind. En daar kun je dan een video van maken. Je kunt ook mee gaan doen met programma's. Dat is ook interactiviteit, kun je ook veel makkelijker toe gaan doen. Dus je kunt zelf de content vinden die je leuk vindt. Die content kun je vertalen in de manier waarop jij interessant vindt. En je hebt gewoon veel meer verscheidenheid en dingen die jij leuk vindt. Ja, en dat is dan de bredere impact, hè, van die kunstmatige intelligentie op televisie kijken. En als we dan hebben over deze taaltool, zal ik het maar noemen. Nu hebben we dit stukje van tevoren opgenomen, hè, met Anlin. En dan moest het door dat tooltje en dan duurt dat een paar uur. Vandaar dat ik er ook niet op te zien was. Dus dat duurt allemaal een tijd. Maar jij denkt dus eigenlijk, over een paar jaar, dan zet je de tv aan en dan zit je in je Italiaanse hotel en dan druk je op Nederlands en dan zie je het Italiaanse nieuws in het Nederlands. Ja, je kunt inderdaad echt gewoon, en ik heb het een paar filmpjes gemaakt, het duurde 5 tot 10 minuten om dat te vertalen. Dus het duurt echt niet zo lang voordat dat live kan. Okay. Dat je gewoon live tv kunt vertalen. Hmm. En dat je gewoon kunt zien, hè, niet alleen maar welke ondertiteling, maar ook wat op een gegeven moment de spreker moet doen. Dan wordt het natuurlijk, dat is het eerste, dat is het makkelijkste. Jou, dat jij zeg maar in alle talen spreekt. Daarna heb je nog gesprekken met elkaar. En dat je dan 2 of 3 mensen hebt en dat die ook allemaal dat moeten gaan doen. Nou, dat duurt dan weer iets langer. Maar dat zijn eigenlijk nu technieken die vrij eenvoudig zijn en vrij makkelijk zijn. En en ik weet niet of dat nou de eerste, meest belangrijke vorm is die we gaan gebruiken. Want ik denk dat er nog veel meer gaat gebeuren met tv kijken en AI. Maar het is wel iets wat magisch eruit ziet. Oké. Okay. De reden dat Nederlanders over het algemeen best goed Engels spreken is toch ook wel dat wij series uit Amerika bijvoorbeeld of films vaak met ondertiteling bekijken, hè? En niet nagesynchroniseerd zoals bijvoorbeeld Duitsers vaak doen. Is dit dan ook wel niet een beetje zonde wellicht als we straks alles nagesynchroniseerd kunnen bekijken? Ja, we worden er eigenlijk ook. We hebben een vreselijke hekel aan als het, nagesynchroniseerd is. We kunnen er niet tegen als we die Duitsers horen. Ik denk dat ook met Spaans, als ik luister. Ik luister veel liever naar Spaans met ondertiteling. Dus ik denk dat dat eigenlijk nog wel heel lang cultureel bepaald gaat worden. Want die Duitsers willen er absoluut niet aan. Dus cultuur blijft gewoon heel erg eenvoudig. Alleen de techniek en de productiekosten en de snelheid, dat is geen probleem meer. Elk filmpje wat je nu tegenwoordig op YouTube aanzet,
binnen een paar minuten staat de ondertiteling erbij. En dan kun je ook nog kiezen dat die ondertiteling in andere talen wil. Nou, daar komt dan ook op een gegeven moment nu nog een keuze bij. Wil je het gewoon ook in het... dat zij het ook gewoon spreekt. Dus dat is echt dat duurt niet 2-3 jaar meer voordat dat gewoon overal beschikbaar is. Oké, dankjewel. Trendwatcher Vincent Everts.